Hoi, ik ga jullie vandaag weer een stukje voorlezen en ik heb vandaag een bijzonder boek meegenomen. Het is niet heel bekend, het heet N30. Het is van Jeroen Mettes, een schrijver die in 2006 helaas al is overleden op heel jonge leeftijd. Eigenlijk is dit zijn enige werk. Het is een heel lang proza gedicht, kun je ook wel zien. Het is pas na zijn dood uitgekomen, het was ook nog niet klaar, voor zover we weten. En ik vind het een heel bijzonder werk, omdat het alle kanten op gaat. En het is een heel goed tijdsbeeld ook van die tijd van een jaar of 12 geleden, tussen 2000 en 2006. En ik vind het gewoon stilistisch echt super interessant. Dus ik ga jullie nu één hoofdstuk voorlezen, hoofdstuk 22. En ik hoop dat jullie het net zo mooi vinden als ik. Wij gaan door de knieën. Wij vallen voorover. Maar zij houden stand. Zij staan rechtop. Wij zullen doorgaan met het actief ondersteunen van zaken die naar onze mening belangrijk zijn, zoals wij dat ook in het verleden hebben gedaan. Wij zullen doorgaan tot het bittere eind, ook al moeten we op water en brood leven. We zullen doorgaan, niet opgeven. En beginnen met hier broederlijk te delen. Want zelfs als niemand het meer verwacht, komt er een dag dat we alle samen zijn als volwaardige mensen. Wij zullen doorgaan als het werk overweldigend veel is. We zullen doorgaan met angst, twijfel en radeloosheid te zaaien. We zullen doorgaan met ons te richten op toonaangevende e-commerce oplossingen. We zullen doorgaan met onze acties voor een leefbare wereld. We zullen doorgaan met de ontwikkeling van steeds betere producten en diensten. We zullen doorgaan met onze missie. We zullen doorgaan met de aanleg van veilige fietsroutes langs ontsluitingswegen. We zullen doorgaan met wat een strijd voor ons naakte bestaan is geworden. We zullen doorgaan met het moderniseringsproces. We zullen doorgaan met het organiseren van workshops, discussieavonden en dergelijke. Wij zullen doorgaan met het ontwikkelen van vernieuwende methodes en technieken. We zullen doorgaan met onze oproepen. Wij zullen doorgaan tot onze kinderen de Palestijnse vlag hijsen boven Jeruzalem. Wij zullen doorgaan zolang het volk ons helpt, steunt en wil dat wij doorgaan. Wij zullen doorgaan op de weg die is ingeslagen met de ondersteuning van projecten zoals bijvoorbeeld het Crossing Border Festival. We zullen doorgaan met onze aanpak. Wij zullen doorgaan met de verkondiging van geloof, hoop en liefde. Wij zullen doorgaan met dit soort operaties. Wij zijn er als het nodig is. Wij zoeken het voor u op. Wij. Wij en uw hond, dikke vrienden. Naar wie zouden wij anders gaan? Wij denken mee, wij over ons. De elektronische betaling zijn wij. Wij zijn nieuw. Waarom wij? Wij zijn overal. Wij zijn wij. Waar wij voor staan. Wat kunnen wij voor u doen? Waar geloven wij in? Wij zoeken. Wij dragen methoden aan om kennis te benutten. Wij bouwen uw droomvilla. Wij begeleiden u van A tot Z. Wij zijn echt belazerd. Wanneer zullen wij de euro op zak hebben? Wij gaan verder dan de gemiddelde begrafenisonderneming. U vraagt, wij draaien. Wij kopen en verkopen. Wij zoeken drie lekkere gozers. Wij zijn Piet en Willeke. Wat hebben wij u te bieden? Wij doen ons uiterste best. En hier hebben we Sjors. En als wij 's avonds voor de laatste keer, als wij niet ingegrepen hadden, wie wij zijn. Wij en het heelal. Wij kiezen voor de familie. Wij zijn menselijk wrakhout. Wij, leden en lotgenoten. Waar vertrekken wij? Waar wonen wij? Wij over onszelf. Help, wij stikken. Wij kinderen. Wij zijn echt geen perfecte mensen. Wij willen woei. Wij twee moeten scheiden. Wij zijn anders. Wij helpen. Wij stellen ons voor. Hoe lang hebben we nog? Waar mogen wij nog in geloven? Hoe kunnen wij u helpen? Wij stellen uw mening op prijs. Wij eisen. Wij bieden de volgende services. Wij leveren. Wij naderen. Hoe zijn wij te bereiken? U zoekt, wij vinden. Hoe wij werken. Waarom wij de Sabanci Holding hebben aangevallen? Wij mensen, wij alarmeren u. Wij zijn een gerespecteerd bedrijf met een wereldwijde groei. Wij geven boeken weg. Wij dagen je uit. Wij zijn niet van de firma list en bedrog. Wij waren getuigen. Wat wij nog meer doen, wat wij u willen laten weten. Wij ondersteunen projecten voor jongeren in Israël. Wij helpen onze collega's. Zo maken wij een frame. Wij Europeanen. Wanneer vliegen wij?
Wie of wat zijn wij? Wat steunen wij? Wij kiezen partij. Wij willen geld zien. Wat zijn wij? Het wij-tijdperk. Wat hebben we? We hebben de beste sites al voor u gevonden. Wij maken mensen vaardiger en computers aardiger. Wij helpen u onmiddellijk. Wij helpen u besparen. Wij verkiezen een Führer. Wij hebben ruim 10 jaar ervaring. Wij zijn geen snelle jongens en meisjes. Wij zijn makelaars in vertrouwen. Wij hebben nieuws voor u. Wij voerden enkel onze taak uit. Wij verschepen goederen naar Suriname. Wij zijn Ed en Ineke. 24 uur per dag zitten we voor u klaar. Wij gaan straks op wintersport. Wij van vak O. Wij maken mensenmuziek. Wij beschermen de fabriek met ons leven. Wat doen wij bij verkoop van uw woning? Bij interesse zullen wij contact met u opnemen. Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde. Wij zijn echt heel serieus bezig. Wij behoren tot de grootste spelers. Wat verstaan we onder partnership? Wij beschermen geen geld, maar mensenlevens. Dat noemen wij sociaal-liberaal. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met mensen. Wij zijn een gerespecteerd bedrijf. Wij helpen u plannen, toen wij uit Rotterdam vertrokken. Waarom wij tegen debatten met fascisten zijn. De Groenlandse ijskap is prachtig, maar wij gaan voor onderzoek. Wij doen graag zaken met... Moeder, waartoe leven wij? De wijze waarop wij managen. Wij gaan verhuizen. Wij houden van Oranje. Wij denken mee. Wij zijn geïnteresseerd. Wij hebben een woord voor de wereld. Moeten wij er dan eindelijk aan geloven? Wij hebben 2 plekken vrij. Wij die gaan sterven. Wij kopen aan. Wij vertalen van en naar de volgende talen. De oplossing die wij u voorstellen. Wij willen de jonge dichters. Wij bieden een ruim assortiment. Hoe zijn wij op het idee gekomen? Hoe oud worden wij? Wij zijn wij. De wijze waarop wij coachen en trainen. Wij staan ter uw beschikking. Bij de volgende symptomen kunnen wij u helpen. Wij zijn technology driven. Wij jonge ouders. Wij zoeken een leuke, vlotte B-meid. De leeftijd vinden wij niet zo belangrijk. Mogen wij ons even voorstellen? Wij helpen u kiezen.